Dag meneer, waar bent u mee bezig? Ik ben met een reparatie van mijn boot bezig. Bent u nog lang bezig ermee? Nou, ik schat dat ik aanstaande dinsdag weer het water in kan. Dus als het weer niet al te veel tegen zit, geen regen, dan lukt het om met een paar dagen weer de boot in het water te hebben. Ik ben van het programma Meelopers van RTV Rijnmond. Oh, leuk. Mag ik een middagje met u meelopen? Ja, tuurlijk. Geen enkel bezwaar. Hè. Gaan we weer verder dan? Nou, oké. Okay, dan ga ik rustig even. Nou, eerst moet ik even zien dat een puntje weer aan mijn potlood krijgt. Maar. Is het een passie van u op het water zijn? Ja. Ik heb. Dit is een betrekkelijk klein bootje. Hiervoor had ik een vrij grote boot. En daar heb ik vooral solo veel. Lange tochten meegemaakt. Ik ben naar de Shetlands geweest en naar Noorwegen en een maand of drie naar de Oostzee. Dus ja. En ik ben nu weer terug eigenlijk op het plasje waar ik het ooit geleerd heb. En dat wel nostalgisch gevoelen, eerlijk gezegd. Ja. De cirkel is rond voor u? Nou, hij sluit zich weer, laat ik het zo zeggen. Ja, de cirkel is altijd rond. Ja. Waar bent u nu mee bezig eigenlijk? Met een nieuw stukje in mijn teakhout stootlijst zetten. Die is een stukje gekraakt omdat ik tegen een paal ben aangevaren. En, had u te veel gedronken? Nee. Het was op die de prachtige dag net voor bevrijdingsfeest. En toen de boten waren net het water ingelaten en ik dacht, nou, ik ga even een proefrondje op de Kralingse Plas maken. En nou, prachtige plas, doodstil, op de motor. En toen kwamen er ineens twee van die gigantische bommenwerpers overvliegen in het kader van de bevrijdingsfeesten. Ik denk dat het Lancasters zijn of zo. En ik was zo gefascineerd, want je kon de piloot zien zitten, zo laag vlogen ze. En terwijl ik gefascineerd naar boven zat te kijken, knalde ik bovenop een... gigantische paal die in de Kraanse Plas geslagen is. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven voor werk? Ik ben nu pensionado, ik ben 70. En ik ben op mijn 56ste gestopt met mijn grafisch ontwerpbureau. Ik had een bureautje op het Noordereiland. Op de hoek van het Bouwmanplein en van de Takstraat. En nou ja, in die jaren kwam dat hele desktop publishing en zo, dat kwam zo op. En dat is niet mijn ding, om het zo maar te zeggen. De digitalisering? Ja, dus ik dacht, nou, dat laatste stukje moet ik niet bitter worden over het werk wat ik altijd met zoveel plezier gedaan heb. En in mijn studietijd had ik Onder Rood van Kerouac gelezen. En dat prachtige verhalen over vrachtwagenchauffeurs die van oost naar west door Amerika reden. En toen dacht ik, ja, dat moet me toch ook nog een keer gebeuren. Dus toen heb ik eindelijk mijn vrachtwagenrijbewijs te gelde gemaakt. En ben twee dagen per week op zo'n grote jongen gaan zitten. En ja, erop terugkijkend heb ik dat met ontzettend veel plezier gedaan. Een beetje een midlife crisis? Nee, helemaal niet. Want ik was 56 en rond mijn 40ste had ik meer van, er moet nog wat gebeuren. Maar u bent dus eigenlijk heel de dag met uw boot bezig? Nou, dat wil zeggen, als ik niet bezig ben met de kleinkinderen of met mijn vrijwilligersbaan of... Wat doe je als vrijwilliger? Ik werk bij Sensor. Dat is de... dat heette vroeger de Telefonische Hulpdienst. En dat is een club die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar... online is om mensen die gewoon of behoefte hebben aan een gesprek of acuut in problemen komen, om die bij te staan. Wat zeggen de mensen dan als ze u bellen? In zijn algemeenheid kan je zeggen dat het bijna altijd met verlies te maken heeft. Met verlies van gezondheid, verlies van je baan, dood, ellende, scheiding. Waarom doet u dat werk? Ja, nou ja, toen ik 56 was, heb ik je al verteld dat ik iets anders ging doen.
Maar als je altijd druk bent geweest in het maatschappelijk verkeer, dan heb je, en dat geldt dan voor mezelf, heb je al snel de neiging dat je er niet meer toe doet. Dat is dus het, wat zal ik zeggen, het egoïstische kantje eraan. Aan de andere kant dacht ik van nou, ik heb het in mijn leven toch niet altijd pech gehad. Dus wat is er tegen om anderen een hand toe te steken als het voor hun slecht gaat op een bepaald moment. Ja. Ja. En nou, dat is tot wederzijds genoegen, want dat geeft ook een ontzettende, ja, wat zal ik zeggen, kick aan je eigen leven. Als je het gevoel hebt van, goh, ik heb wat al voor een ander gedaan. Ja. Zet hem op nog even, hè? Ja, oké. Okay. Nou. Bedankt voor het meelopen. Hey, graag gedaan. Het was leuk. Hoi, hoi. Hoi.